NEC moet het in Volendam stellen zonder de ervaren middenvelder Edgar Barreto. Hij is niet helemaal fit. Hij heeft iets meer herstel nodig na deze wedstrijd van afgelopen vrijdag. En we werken met hem naar zondag en dan gaan we morgen iemand anders opstellen. Als linksback krijgt Soufyan El Karouani opnieuw de voorkeur. Hij is lekker bezig dit seizoen. Ik heb ook doelen voor mezelf gesteld dit jaar en eentje daarvan was spelen. En daar zijn we nu mee bezig. We gaan die lijn doortrekken. Dus nou, ik speel nu al 2 jaar op deze positie. Debuut ook gemaakt op nummer 10 bij NEC. Maar ik leer nog elke dag op deze positie. En trainer weet ook dat ik ook op middenveld kan spelen als het eventueel ooit nodig is. Hij geldt ook echt als een sfeermaker binnen de groep. Ja, je moet altijd plezier hebben, toch? Dat is ook een deel van een team, denk ik. Trainer Rogier Meijer wil verder niet te veel veranderen in zijn basisopstelling. Nee, in principe niet. Hè. Je moet jongens ook vertrouwen geven. En ik denk een team ook de tijd geven. Alleen je kunt wel altijd kijken van waar kunnen we misschien de tegenstander pijn doen. En waar kunnen we onszelf helpen in een wedstrijd. Dus dat zullen we morgen ook doen.